Fuck you! Ja, ho, ho, wat ren je me voorbij? Wat ren je me? Hij is een chick. Oh, what the fuck? God damn it. Het was allemaal door jou. Trek even wat kleren aan, man. Vrouw. Ze ademt nog. Zo, nu ben je dood. Ja. Oppassen. Wegblijven. Ja, kut. Nou, we weten waar ze waar ik ben. Nou is het niet een hele handige plek. Ik was gewoon een boom aan het omhangen, jongens. Ligt er zo'n chick in mijn kamp. Met de blote tieten. Oh, ik heb geen stokken nodig. Dus die zeker zijn matties gaan halen. Covered in blood, wash it off to avoid infection. Oh, what the fuck, dat kwam ook in één keer op. Wat wel tof was trouwens, dat ze keken eerst naar me. En pas toen ik hun aanviel, vielen ze mij ook aan. Dus, als ik nou de volgende keer gewoon niet aanval. Nice. Oké, veel energy en safe game. Je kan ze volgens mij in het midden hakken. Ah, kijk. Oh, daar is het hoofd. Dat is ineens koud. En van die body parts kan je dan weer zo'n effigy maken om ze weg te jagen. Maar dan heb ik weer flink wat spulletjes nodig natuurlijk. Effigies. Simple effigy. Eén hoofd, stenen en een tak. Drie hoofden, nee. Laten we zo'n simpele maken dan. Oh, goed. Ja, ik steek hem ook gewoon gelijk aan. Hoppakee. Gewoon geen zand erover. Wauw. Het ziet er wel mooi uit. Oh. Dat muziekje dat voorspelt niet veel goed. Hoe kan ik dit laten vallen? Inventory. Ah, zo. Een vuurtje. Zo, hallo. Ik doe mijn vuurtje aan. Nou, daar ligt... Ja, we weten het nou wel. Omdat het regent gaat mijn vuur uit. En ik had hier ook een lamp, toch? Een standing fire. Oh. Hallo. How are you doing, sir? Dat is best wel een beetje creepy. Oké. Oké, ik moet wat eten. Waar is mijn vuur nou weer? Oké, ik ga even een hagedis. Koeken. Dan kan ik dat opeten, want ik ben al heel erg hungry.
vuurtjes blijven toch uitgaan. Ik heb de tint echt ook een keer gehad. Ah, nice. Dat ik, ik was kletsnat. Midden in de wildernis. En het bleef maar regenen. Keihard, keihard. En volgens mij heb ik geen blaadjes meer. Ja, wat doe je dan? Gewoon maar zitten en heel, heel koud zijn. Ik ga denk ik even slapen. Nou, mijn vuur is nog aan. En dan... cold and wet. Build a fire. Jesus! Wat een geluidseffecten. Nou, wat kan ik hiermee doen? Dan moet ik iets maken al of zo. Kan ik het niet? Nou, als ik hier toch niet blijf, dit vind ik echt een kutplek. Ik heb echt niet de goede plek uitgekozen. Ah hier, lock holder. Ja, dag. Oh, G-drop. Nou, het is nog steeds nacht, dus ik ga nog maar even slapen, denk ik. Kom maar. Waarom slaapt hij niet? Komt dat misschien omdat er zo'n mannetje daar in... Hé, hey, is hij weg? Oh. Nou, is mijn vuur ook oud. Uit. Jezus, ik schiet me dood de hele tijd, joh. Het wordt vanzelf ochtend, het wordt vanzelf ochtend. Ja. Het regent, maar er zijn geen wolken. En de vogeltjes die fluiten, terwijl het nacht is. Ik zie vogeltjes vliegen. Ik zie ze vliegen! Ja, wat wel tof is, dat je ziet de maan ook steeds hoger komen. Een beetje snel, maar ja. Als het real-time zou zijn, dan zit je hier tot morgen. Te wachten tot het weer droog wordt. En ochtend. En dan ga ik naar het strand maar, denk ik. Een weg vinden. Misschien kan ik hier naar beneden. Ja, ik zie het niet. Kan ik niet gewoon schuilen in mijn hutje? Nou, dat werkt ook voor geen meter. Blaadjes hebben. Fuck it. Zeker die hangende gast hier. Hallo? Alleen al van dat geluidje word ik nerveus. Boom. Ah, kijk. Al die stokken verzamelen. Het is wel goed dat ze licht geven trouwens. Daar is het vliegtuig. Morgen ga ik er nog eventjes een rondje doen, want je hebt daar ook natuurlijk al die rugtassen. En als we dan die rugtassen hebben geplunderd, dan gaan we naar het strand.
En dan gaan we op het strand maar zitten. Zo, ik zou het in het echt in mijn broek doen, jongen. Oh, what the fuck. En onweer en regen en van die maniakken met bordjes door hun neus die je op willen eten. Fuck. Goed, oh, ik heb alweer honger, jongens. Ik ga gewoon verder. Ik ga gewoon op zoek. Zijn dit de goede bessen? Nee. Verder het bos in te gaan, want dan ben ik bang dat ik ze weer tegenkom. Hey, wat is dit? Dit is een kamp. Dit is een kamp van hun. Kan ik bukken? Ja. Sst. Wat zit er weer? Oh, modder. Oh, jongens, ik ben Bear Grylls, gek. Zo kunnen ze mij niet zien. Camouflage en alles. Zijn dit goede bessen? Nee. Ze zijn niet thuis. Slapen ze hier? Oh nee, er is nog meer van dat modder. Waren ze ook zo snel al bij mijn kamp. Ook weet het al, ik heb er natuurlijk eentje gekild. En die andere die zweeft nog steeds in zo'n rots. Ja, dus moeilijk. Kunnen we hier een feestje bouwen, jongens? Hebben ze niks anders? Hebben ze niks... Ik kan er niet in, hè? Nee. Nee, wel. Nee, ik had toch een aansteker? Kan ik die niet gewoon gebruiken als licht of zo? Ja, nice. Oké. Okay. Ze hebben niet echt iets. Het is niet echt een huis volgens mij. Goeie. Nee, jongens. Waar leven zij dan van? Ja, van mensen natuurlijk. Er was een heel vliegtuig neerstort. Hoewel, het leek erop alsof ik in mijn eentje in het vliegtuig, samen met mijn zoontje dan... Tenminste, ik neem aan dat het mijn zoontje is. Het kan natuurlijk ook zijn dat ik een kidnapper ben en het kindje had gekidnapt. Dat ik daarom niks zei, dat ik dacht van ja, neem hem maar. Ik heb hem ook maar gewoon gevonden. Hoe kom je op dat strand, joh? Zal ik mijn benen breken als ik hier... Ik bedoel, ja, het is geen DZ, maar toch...
wel lang donker, hè? Damn. Het wordt snel donker en het blijft lang donker. Misschien doe ik het maar gewoon weg. Ik zie toch een reet extra mee. Oh, ik heb... Oh, hey. Ik zie een beetje rood in de zon. Of zon? Ja, dat is waarschijnlijk de zon. De zon komt op, jongens. Eindelijk. Kunnen we weer wat zien. Ik weet niet hoe het op YouTube eruit ziet, maar ik neem aan dat als ik al redelijk niks zie, dat jullie al helemaal niks zien. Die planten die lijken op die mutants. Zo in het donker. Geen energie, honger. Ja, ja. We zijn er. We zijn er. Daar, ja. Kijk eens. Hier kunnen we vast wel... gaan jagen op mosselen. Oh. Hey. Dit is trouwens wel een mooi plateau. Zo. Ik bedoel, ik kan niet het water in. Maar... Hey, zeester, kan ik die eten? Nee. Dat is nou jammer. Dat is nou jammer. Oké. Okay. Ik denk dat dit wel een mooi plekje is om... om een nieuw kamp te maken. En vanuitgaande dat je iets hier kan maken. Ja, ja, zie je, dat kan. Oh ja, dit heb ik ook gezien. Oh. Oh, je kan het dus ook drinken. Moet je niet te veel van doen, denk ik. Combine. Combine. En dan krijg je... Molotov cocktails. Nice. Die en die maakt een Molotov cocktail. Can be used with crafting. Oké, wat heb ik nog meer? Mats. Health. Kijk! Hoppakee, ben ik gelijk vol. Ah ja, pedometer. Maar moet ik dit nu serieus hier neerzetten ergens? Nee, oké. Laten we dat maar gelijk doen dan. Doen. Nee, lukt het niet meer? Oh, hier kan je dus blijkbaar niet bouwen. Blijf gewoon op E drukken. Nee. Nee. Volgens mij is die een beetje... gebukt. Hey, snack. Oh, nice. Zie je? Altijd handig om snacks bij te hebben. Survival guide. Oké, guys. Ik stop hem hier. Volgende keer, dag 2. Gaan we even een mooie plek zoeken waar we wel kunnen bouwen. En even goed eten zoeken. Misschien vissen. Je kan ook vissen, heb ik met zo'n speer. Ook altijd leuk om even te proberen. En echt een goede plek is nu wel noodzakelijk natuurlijk. Bedankt voor het kijken. See you next time.